Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Welkom in de dienst van de Hervormde Gemeente Sluipwijk, waarin vanmorgen zal volgaan dominee Nagel uit Loenen. Ook u welkom in ons midden. We zijn dankbaar dat er 3 mensen zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis, of uit het revalidatiecentrum, mevrouw Arneke Pels, en meneer Bezemer na een ingrepen en meneer Van Dommelen na een geslaagde heupoperatie. Gisteren zijn de bloemen naar de familie Van Dommelen gegaan. We vragen ook uw aandacht voor de fietstocht die vermeld staat op de zondagsbrief, de Tour de Compassion van onze diaken en voorzitter Arwin van Nieuwkoop. Achterop staat een prachtige tekening weer voor de kinderen van een hart gevormd door 2 handen met daarbij: wees maar niet bang, God houdt jou vast. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe, die we beginnen met het luisteren naar Psalm 24, vers 5 uit de Oude Berijming. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Jeremia 2, vers 2, daar lezen we dat de Heere zegt tegen Jeruzalem, tegen Israël: ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. De herinnering die God heeft aan de eerste liefde van zijn volk. En dat komt ook terug in de dienst van vanmorgen. We gaan de dienst voortzetten en we doen dat met het luisteren naar het zingen van Psalm 29, vers 1, 5 en 6, uit het liedboek, de Nieuwe Berijming dus. Psalm 29, vers 1, 5 en 6. Ik zal even de tekst daarbij halen. Psalm 29 gaat het over, ja, dat alles stil wordt, dat iedereen stil wordt als God gaat spreken, als zijn stem gehoord wordt. Gij die hoog verheven zijt, geef de Heere heerlijkheid, geef des Heere naam de eer, buigt u juichend voor hem neer. Hoort de grote stem des Heere, alles moet zich tot hem keren. Machten die het hoofd opsteken, worden stil als God gaat spreken. Psalm 29. Thank you.
We willen luisteren naar de lezing van de wet en in antwoord daarop zingen en luisteren naar het zingen van Psalm 139, vers 1 en 14. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent gij mij, gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. En ook het 14e vers. Doorgrond, o God, mijn hart, het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan u voorbij. O God, houd mij geheel omgeven en leidt mij op de weg ten leven. Psalm 139 in antwoord op de lezing van de wet. God sprak en spreekt. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heere uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige. Heb daarom de Heere lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Zingen wij nu Psalm 139.
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we bidden om de opening van het woord en verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, we hebben een aantal weken geleden het paasfeest gevierd. De vreugde van het evangelie van Jezus' opstanding uit de dood. Als eersteling die het perspectief opent dat hij ook ons wil laten delen in zijn nieuwe wereld. En de echo daarvan galt nu nog na, in de kerk en in ons hart. En wij danken u daarvoor. Heren, maar tegelijkertijd kan het alweer zo ver weg lijken. Want in onze levens is er nog zoveel ellende, oorlog en pijn, zoveel zonde en egoïsme. Dat we ons af gaan vragen, hoe komt het nu tot Pasen in ons leven? Waar kunnen wij u als de opgestane en levende paasvorst nu nog ontmoeten? Maar God zij dank, dat kunnen en mogen wij in uw woord. In de opening van de schriften in het midden van de gemeente. En daarom bidden wij u, kom ook nu in ons midden. En breek door de gesloten deuren en dikke muren van ons leven heen. Laat ook de belemmeringen door corona geen beletsel zijn om u te mogen ervaren als de levende in ons midden. Wees in ons midden, spreek tot ons, open onze harten en betrek ons erbij. Neem ons mee op de weg achter de Heere Jezus aan, door de tegenwoordigheid van uw Heilige Geest. Heer, en wil dat geven aan groot en klein, aan oud en jong, ook aan de kinderen van de gemeente. Aan ons hier zoals we in de kerk bij elkaar zijn met een kleine groep, maar ook allen die thuis zijn, met ons verbonden zijn en meeluisteren en meekijken. Heren, doe de verbondenheid met u en met elkaar ervaren. Geef dat door uw Heilige Geest in uw genade. Heren, wij belijden onze zonden en schuld. Dat er van ons uit zoveel is dat in de weg staat en ons onwaardig maakt. Maar juist Pasen is de bevestiging van uw genade door Jezus' offer tot vergeving aan het kruis. Verheerlijk dan uw genade aan ons. En leg de band van het geloof door de werking van uw Heilige Geest. Doe ons herleven door Jezus Christus onze Heere in de kracht van uw Heilige Geest. Amen. We willen samen uit de Bijbel gaan lezen. We lezen uit het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 1, vers 9 tot 20. En dan ook in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Openbaring 1, daar krijgt de apostel Johannes een visioen. Het visioen van de opgestane Christus, de levende paasvorst. Dat is na Pasen. En na Pasen ziet hij de levende Christus. En daarna krijgt hij van de levende Christus de opdracht om 7 brieven te schrijven aan de 7 gemeenten. En de eerste van die 7 brieven lezen we ook met elkaar. Openbaring 1, te beginnen bij vers 9. Daar horen wij het profetische woord als volgt. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heere raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter mij een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen mij zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven, zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard.
Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Ik had het niet van tevoren opgegeven, maar ik wil ook nog enkele verzen met u lezen uit het Markusevangelie in hoofdstuk 12. Vanaf het slot van vers 28 tot en met vers 31. Woorden die Jezus spreekt, bekende woorden, en we lezen die tegen de achtergrond wat in de brief in Openbaring aan Efeze staat, waar het gaat over de liefde van weleer, of zoals in oudere vertalingen de eerste liefde gezegd wordt. En dan zegt Jezus in Markus 12, vanaf het slot van vanaf vers 28... waar hem de vraag gesteld wordt: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heere onze God is de enige Heere. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Tot zover de schriftlezing. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Ter voorbereiding op de preek willen wij nu luisteren naar lied 121. De organist zal 3 keer de melodie spelen van het lied: God in ons midden. Heer, wij aanbidden. Ik heb helaas de tekst niet op dit moment hier paraat. Ik heb begrepen dat het op de nieuwsbrief staat die u thuis hebt, dus u kunt daar de woorden meelezen van alle coupletten. Maar het zal hier 3 keer door de organist worden gespeeld van lied 121, waar het gaat over dat Jezus als de levende in het midden is van zijn gemeente. Thank you.
Gemeente, in de preek gaat het over de zendbrief, de brief die Johannes namens de opgestane Christus moet schrijven aan de gemeente in Efeze, in Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En ik lees als kern daarvan met u nog een keer voor vers 1 en vers 4. In vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Dat is hoe Jezus zich presenteert. En dan in het vierde vers, de kern van de inhoud van de brief: maar dit heb ik tegen u, u hebt de liefde van weleer opgegeven. Ik lees die versen, vers 1 en vers 4, ook nog een keer in de herziene statenvertaling. Ik heb de preek voorbereid op basis van de herziene statenvertaling. En in de preek zal ik dat dan ook het meest aanhalen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En in vers 4, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. 3 weken geleden hebben we het paasfeest gevierd. Het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. Van het aanbreken van de nieuwe toekomst van God. En we hebben gehoord hoe de eerste getuigen hem hebben gezien en Jezus hebben ontmoet als de levende. Maar nu wij. Wat merken wij ervan? Hoe ontmoeten wij hem? Waar komen wij de opgestane Jezus nu tegen? Nou, daarover vertellen de eerste hoofdstukken van de Openbaring van Johannes iets. Johannes ziet in een visioen de opgestane Christus in zijn hemelse heerlijkheid, in zijn glorierijke macht en majesteit. En hoe hij daarin betrokken is op zijn gemeente, in de tijd totdat hij weer terugkomt. Hij is betrokken op zijn kerk door middel van de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En dat zijn niet alleen maar die 7 gemeenten die hier genoemd worden in dit Bijbelgedeelte, want er waren daar nog meer gemeenten. We kennen uit dat gebied ook de gemeenten, die worden ook elders in het Nieuwe Testament genoemd, de gemeenten van Troas, van Milete, Hierapolis, Colosse. Maar 7, dat is in de Bijbel vaak, en zeker in het Bijbelboek Openbaring, een symbolisch getal. Dat is het getal van de volheid. En zo tonen deze brieven, die Johannes in opdracht van Jezus moet schrijven aan deze 7 gemeenten, tegelijkertijd ook de betrokkenheid van de opgestane op zijn hele kerk. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen, in alle situaties waar ze mee te maken krijgt in de loop van haar geschiedenis. En die betrokkenheid, die toont hij dus in zijn woord. In de gemeenten is luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt belangrijk. En dat doet de gemeente door te luisteren naar het woord, naar wat de opgestane Christus schrijft. En dat zijn niet alleen deze 7 brieven, maar dat zijn ook de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament, waarin de Geest spreekt, want die getuigen van Christus. En daarom is het zo waardevol om daar steeds weer in te lezen en naar te luisteren. Vooral ook samen. In het samen luisteren horen we de stem van de Heilige Geest en van de opgestane Christus, die zijn gemeente wil leiden naar de toekomst, door de geschiedenis heen. En zo ontmoeten wij dus ook nu de opgestane Christus. Waar hij spreekt in zijn woord en zijn gemeente wil leiden door de geschiedenis heen naar de toekomst. Zo ontmoeten wij hem nu ook. We komen hem tegen in zijn woord. Het geschreven woord waarin hij ons bemoedigt. Maar waarin hij ons ook vermaant
een oproep tot bekering. De opgestane ontmoeten, dat is dus niet alleen maar leuk en prettig, aangenaam. Naar de kerk gaan is dus ook niet alleen maar aangenaam. Het is ook confronterend. Hij confronteert ons ook met dat wat er mis is in ons leven en in ons kerkelijk leven. En hij roept ons op tot bekering, verandering. Wie denkt in de ontmoeting met de opgestane in één klap van alle moeilijkheden en zwarigheden bevrijd te zijn, die komt bedrogen uit. Wie denkt dat in de kerkdienst alles leuk en prettig is, die zal wel eens moeten slikken. Wie de opgestane ontmoet, die wordt bemoedigd, maar ook geconfronteerd en aangespoord tot verandering. En vanmorgen doet de opgestane Jezus dat tegen ons via de brief aan Efeze. Het begint met een bemoediging en de manier waarop hij zichzelf presenteert aan de gemeente. Zijn zelfpresentatie. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Zo presenteert hij zich hier. Aan elk van die 7 gemeenten presenteert hij zich steeds op een andere manier, met een specifieke presentatie die passend is voor die situatie van die gemeente. En die presentatie is steeds een aspect van zijn totale presentatie, zoals we die gelezen hebben in het eerste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. Daar zit ook iets moois in. Hij presenteert zich dus niet overal precies hetzelfde. Maar telkens onder een ander aspect, net naar de lokale situatie dat vraagt. Net nadat het nodig is wat die gemeente daar nodig heeft. Er mag dus ruimte zijn voor onze lokale eigenheid en onze lokale behoeften. Daar speelt de Heere op in. En we leren hem niet overal ook op dezelfde manier dus kennen. Er mag ruimte zijn voor andere aspecten van wie hij is en voor andere inzichten over wat nu belangrijk is. En dat kan van plaats tot plaats en dat kan van tijd tot tijd dus blijkbaar ook verschillen. Dat mag dus ook. In elk geval hier in Efeze presenteert Jezus zich als degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. En dat is een enorme bemoediging. Ja, maar waarom? Waarom is dat dan zo'n bemoediging? Nou, zo stelt Jezus zich aan deze gemeente voor. Dat hebben zij blijkbaar met name nodig om van hem te weten in hun situatie. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Zijn rechterhand, dat is de hand waarmee hij handelt, waarmee hij redt, waarmee hij bevrijdt. Dus Heere, rechterhand is hoog verheven, zingt Psalm 118, als het gaat over de God van de bevrijding. Hij heeft met verheven rechterhand Israël bevrijd uit de slavernij in Egypte. Hij zorgt voor de 7 sterren en houdt ze vast. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Maar wat zijn die 7 sterren dan? Nou, in het visioen dat we gelezen hebben in het eerste hoofdstuk kwam dit ook al voor in vers 16. En in vers 20 wordt dan uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. De 7 sterren, dat zijn de 7 engelen van de 7 gemeenten. En die engelen, dat zijn de representanten van de gemeente. De afgevaardigden of voorgangers van de 7 gemeenten die naar Johannes toegekomen waren of naar Johannes toe zouden komen en naar wie hij deze brieven moest meegeven om te kunnen laten voorlezen in de gemeente. Zodat zij ze konden voorhouden aan de gemeenteleden. Ja, want dat is wat voorgangers, wat ambtsdragers doen. Ons het woord van Christus voorhouden. Nou, en die voorgangers van de gemeente, die houdt hij in zijn rechterhand. En dat vind ik een hele bemoediging. Hij beschermt ze en hij draagt ze.
Dat is een bemoediging, want in onze tijd en in onze kerk, in onze dagen, is er een hele herbezinning gaande over het ambt. Het ambt staat onder druk. Er vinden veel veranderingen plaats ten aanzien van het ambt en de beleving van het ambt. En er zijn heel wat verschuivingen in ambtsbeleving en ambtswaardering. De verwachtingen zijn hoog ten aanzien van ambtsdragers. Een ambt dragen, dat geeft tegenwoordig iemand niet zomaar meer gezag. En dat zien we ook buiten de kerk. Een politieagent, een notaris, een minister, die heeft niet zomaar meer gezag voor mensen. En evengoed geldt dat binnen de kerk. Tegenwoordig is de persoon die het ambt draagt veel belangrijker geworden. Kon je vroeger nog zeggen dat het ambt de persoon draagt? Het ambt op zich verleende aan die persoon gezag? Tegenwoordig is de ambtsdrager als persoon veel belangrijker geworden en draagt de persoon het ambt. Wat hij er zelf van maakt en wat hij er zelf van terechtbrengt, is veel belangrijker geworden of wij iemand gezag verlenen en aan zijn gezag ons onderwerpen. Ja, en dat kan het zwaar maken, want kan ik dat? Hou ik dat vol? Doe ik het wel goed? Dat kun je wel eens afvragen als je een ambt draagt in onze tijd. En ook als je gekozen wordt tot een bepaald ambt in de kerk, in de gemeente, ouderling of diaken, of voor een andere leidinggevende functie. Hoe kun je dat dan aannemen? Kan ik dat wel dragen? Nou, wat een bemoediging geeft het dan, deze manier waarop Jezus zich presenteert, zich voorstelt aan de gemeente in Efeze. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Ik draag weliswaar het ambt, maar hij draagt mij. En dat is een enorme bemoediging. Hij draagt mij. Hij beschermt en leidt de ambtsdragers. Hij zorgt dat ze in hun voorganger zijn tot hun bestemming komen. Nou, neem dat nou maar eens mee wanneer u gekozen bent of gekozen wordt in de gemeente tot een ambt. Hij draagt u. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Dat mag ontspanning en vertrouwen geven tegenover alle verwachtingen en eisen die er zijn ten opzichte van ambtsdragers in onze tijd. Hij draagt ons, de ambtsdragers en de voorgangers, de leidinggevenden in de gemeente. Dat is een bemoediging. Maar dat is niet de enige bemoediging. Want ook het andere aspect waarop Jezus zich in de brief aan de Efeziërs presenteert, is een bemoediging. Hij wandelt, zegt hij, te midden van de 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten. Zij symboliseren de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ook ons dus. De kerk in onze tijd. En hier in Sluipwijk. En de opgestane wandelt te midden van die 7 gouden kandelaren, te midden van zijn kerk. Hij wandelt midden onder ons. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Of zoals met de woorden van lied 121 wat we gehoord hebben. God in ons midden, Heer, wij aanbidden. Na Pasen weten we, de opgestane is in ons midden. Hij wandelt te midden van de 7 gemeenten. Hij is erbij in de situaties waar wij doorheen gaan. De situaties van afval, geloofsafval, van bedreiging, van crisis, van twijfel, van vervolging, van lijden, van veranderingen die plaatsvinden. En wat er ook maar gebeurt, hij is erbij. En wij zijn niet alleen. En daarmee mogen we elkaar dus ook bemoedigen na Pasen. En dat mag verwachting geven, ook voor de kerk van nu. Hij is erbij
En hij kent ons in onze situatie. En dat brengt ons bij het volgende. Want wat is dan die situatie? Hij kent ons. Hij weet wat er speelt. En hij weet wat we nodig hebben. Maar wat is dat dan? Nou, wandelen tussen de kandelaren, dat impliceert ook de verzorging van die kandelaren. Want dat is de taak van de priester. Als hij dienst deed in de tempel, dan moest hij die kandelaar verzorgen. Hij inspecteert de kandelaar of die wel licht geeft, of die Gods licht wel doorgeeft. En zo controleert de opgestane of wij als gemeente en gelovigen Gods licht wel doorgeven. Want daar zijn we toe geroepen, in de duisternis van deze wereld, om het licht van God door te geven. En wat concludeert de opgestane Christus dan in Efeze? Nou, er zijn inderdaad dingen die ervoor zorgen dat Gods licht positief door hen verspreid wordt. Maar er zijn ook dingen die het licht van God verduisteren. Er zijn positieve dingen. Er is inspanning, volharding. Ze ontmaskeren de leugenapostelen, dwaalleraren. En ze haten, ze verafschuwen de Nicolaïten. Nee, dat zeg ik zo niet goed. Dat staat er ook niet. Ze verafschuwen niet de Nicolaïten, maar de werken en de leer van de Nicolaïten. Ook mensen waar je het niet mee eens bent, met wie je van mening verschilt, als het gaat over opvattingen, die haat je niet. Alleen hun opvatting, hun leer. Nou, en daar zijn ze dus blijkbaar goed in Efeze. Hun leer, hun opvattingen deugen. Daar staan ze pal voor, die weten ze vast te houden en veilig te stellen. En daarvoor getroosten ze zich alle moeite en inspanning. Onvermoeibaar zijn ze en onverdraagzaam als het gaat om de leer. Haarscherp ontmaskeren ze verkeerde opvattingen. Dat is de prijzen in hen. Want dat geeft aan dat ze heel goed weten waar het in de kern om gaat. En die kern is onopgeefbaar. Alleen in de naam van Jezus Christus is er redding, behoud. Ik denk dat je dat ook wel van de gemeente in Sluipwijk zult kunnen zeggen. De kern is belangrijk. Alleen in de naam van Jezus Christus is er redding. En we staan voor onze opvattingen, voor zover die te maken hebben met de kern van ons geloof. Met onze opvattingen, met de leer, de geloofsleer van de gemeente, zit het dus wel goed. Dat is te prijzen. Daarmee verspreiden we Gods licht in een donkere wereld. Een wereld die helemaal in de war raakt door allerlei wind van leer wat er op geld doet. En allerlei meningen die er worden verspreid. Allerlei theorieën, complottheorieën ook, die er worden rondgestrooid. Maar er is ook een andere kant. Waarmee deze gemeente het licht van God niet verspreidt. En dat wordt hier, daarvan wordt hier gezegd, zij hebben hun eerste liefde verlaten. Ik heb tegen u, hij zegt dus niet, ik ben tegen u. Nee, hij is niet tegen ze, maar hij is voor ze. Want ze zijn van hem, ze zijn zijn eigendom. Dat wordt niet teniet gedaan. Maar er zijn wel dingen in hun levenswijze waar hij tegen is. Ik ben niet tegen u, maar ik heb wel iets tegen u. Tegen uw levenswijze, uw gedrag. Ze zijn ijverig in de leer, maar blijkbaar niet in de liefde. En dat kan niet. Want dan verduisteren we het licht van God alsnog. Is dat ook niet iets wat bij de gemeente past? Wel ijverig en actief als het gaat om meningen en opvattingen en de geloofsleer, maar niet in de liefde? Dat kan toch niet? Want dan verduisteren we het licht van God in deze wereld.
Ja, om welke liefde gaat het eigenlijk hier? De eerste liefde wordt het genoemd. Nou, de eerste liefde, en daarom hebben we ook Marcus 12 een paar versen erbij gelezen, dat is de liefde tot God en tot de medemens. De eerste liefde die past ook bij de eerste werken. En zo komt die liefde terug. Als we de eerste werken doen. De werken die horen bij de liefde tot God en bij de liefde tot de medemens. Maar waarmee we uiting geven aan de liefde tot God en tot Christus. Zonder die liefde geeft onze leer, onze opvattingen, onze geloofsleer die wij aanhangen, geen licht en warmte, maar wordt het koud en donker in ons midden en in de gemeente. Want wat is er blijkbaar gebeurd daar in Efeze? Nou, het is routine geworden. De relatie met de Heere is een verstandshuwelijk geworden. Het geloof is een doodgeloof geworden. Het geloof zonder de werken, zonder de liefde is dood. Het geloof is tot een starre leer en een gestolde orthodoxie geworden. Dat houdt de opgestane Christus ons hiervoor. En het feit dat hij zich zo presenteert aan de gemeente geeft aan dat hij het ook heeft voorzien dat wij zo kunnen worden. Dat dat in zijn kerk in de loop van de geschiedenis zou gaan en zou kunnen gaan gebeuren. Dat wij zo konden worden. Ons overkomt dus niet iets vreemds als ons dit gebeurt. Maar wel iets waar we ons niet bij neer mogen leggen. U hebt de eerste liefde verlaten. Jullie opvattingen deugen wel. Jullie geloofsleer is wel goed. Maar wat stelt dat voor als er geen liefde is? Als er niet naar wordt geleefd? Dat weet hij dus van ons. Dat ziet hij wanneer hij onze kandelaar inspecteert of wij wel licht geven, het licht van God wel doorgeven. Ja, op die manier kan Gods licht dus verduisterd worden. En dat brengt ons dan bij het laatste. Bij zijn oproep, zijn appel. Bekeer u. Keer terug tot de eerste werken. De werken van de liefde. Hij zegt niet dat we niets moeten doen. Hij zegt ook niet dat we maar moeten afwachten tot er iets gebeurt. Hij zegt ook niet dat we nog harder moeten studeren, dat we moeten zorgen dat we onze geloofsleer nog duidelijker onder woorden kunnen brengen. Bekering is niet iets passiefs of iets rationeels, maar het is juist iets heel actiefs. Doe de eerste werken. Heb elkaar lief. En laten we daarbij goed opletten. Tegen wie Jezus dit zegt. Dit is een oproep aan de gemeente. Dit is niet een oproep van Jezus aan de buitenwereld. Maar dit is een oproep van Jezus, van de opgestane Christus, aan zijn gemeente. Ook hier en nu. En het is goed om daar de vinger even bij te leggen, juist ook in deze tijd van coronacrisis. Ik hoor sommige christenen ineens heel hard roepen dat de coronacrisis waarin wij nu ons bevinden een appel is om ons op te roepen ons te bekeren. Om de mensen op te roepen terug te keren tot God. Want we hebben hem verlaten. Want corona is een straf van God vanwege onze zonden waarmee wij de Here hebben verlaten. En welke zonde gaat het dan om? Nou, de dingen die dan worden genoemd en die ik steeds weer hoor, dat is dat te maken heeft met abortus, met euthanasie, met vluchtelingen, met het homohuwelijk, met de genderideologie, waar steeds meer over wordt gesproken. En wat me dan opvalt is dat het meestal zaken zijn waar de personen die zich daartegen verzetten zelf zo moeite mee hebben. Maar anderen moeten zich dan bekeren. Zij blijkbaar niet. Ja, zo kan ik het ook. Dat is gemakkelijk. Dan ligt de schuld altijd bij een ander. Dat zegt Jezus hier dus niet. Juist de kerk moet zich bekeren, zegt hij. Tot de liefde en de werken van de liefde.
laat uw liefde schijnen door de werken van de liefde. Want als ze zien hoe wij met elkaar omgaan, dan komen anderen tot geloof. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken zullen. Het hoogste in het geloof en in de gemeente, dat is niet dat wij de dwaalleer haten, maar dat we de werken van de liefde doen. En dat is vol belofte. Want dat zegt Jezus, de opgestane Christus, er hier ook bij, dan zullen we eten van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. De boom des levens, die eeuwig leven geeft. Die ons doet delen in het opstandingsleven van Christus, in zijn toekomst laat delen, waarin we tot onze bestemming zullen komen. Dat horen we in de ontmoeting met de opgestane Christus door zijn woord. Ik houd u vast. En laat de haat voor de dwaalleer de liefde niet verkillen. De hoogste plaats komt aan de liefde toe. En daar wordt het Pasen. Daar wordt ervaren dat Jezus nu als de levende in ons midden is. Waar wij liefde hebben tot elkander, tot elk ander. Tot lof van Christus. Amen. In antwoord op de verkondiging willen wij gaan zingen uit de oude berijming van Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen vanzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op z'hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En ook het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar is hij dus als de opgestane levende in ons midden. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133. Thank you.
Gemeente, we willen samen danken en voorbeden doen. In de voorbeden noemen we ook de namen van de drie personen die thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. Wij zeggen u dank dat wij u mogen kennen als de levende in ons midden. Die ons ontmoeten wil in uw woord. En dat u onze situatie kent en weet wat wij nodig hebben. Heer, en juist daarom is uw woord ook zo, ja, adequaat. Zo to the point, precies wat wij nodig hebben. Heere, wil dat woord van u dan ook steeds weer voor ons tot leven brengen. Wil met uw Heilige Geest in ons hart werken tot verdieping en verbreding van de liefde tot u en tot onze medemens. Ontsteek de vlam van de liefde steeds weer in ons hart. Wakker de liefde aan en maak ons daaraan herkenbaar als gemeente in deze wereld vol liefdeloosheid. En dat wij zo het licht van uw liefde en uw genade, het licht van uw evangelie kunnen laten schijnen in deze wereld, in de donkerheid van deze wereld. Vervul ons met uw liefde. Heere, zo bidden wij u, wees ons nabij in de onrust in deze wereld. We horen en merken steeds meer van verharding tussen wereldleiders en machthebbers, ook van juist van grootmachten. Heere, wij bidden u, wilt u ze vervullen met het ontzag voor uw woord, uw dienst en uw naam. Wij bidden u voor de situatie in Myanmar, waar een burgeroorlog dreigt. Heere, wilt u daar ook de situatie tot bedaren brengen, dat het rustig mag worden, dat de mensen, de bevolking, erkend zal worden. Heere, wij bidden u ook of u met ons wilt zijn in ons eigen land en volk, in een situatie waarin er een nieuw kabinet moet worden geformeerd. Er zoveel wantrouwen is gekomen. Wij vragen u, geef wegen dat het vertrouwen weer kan worden hersteld. Wij bidden u ook voor onze medelanders van de islam in deze tijd van Ramadan, waarin zij vasten en bidden en zoeken naar God. Heere, wij bidden u, geef dat zij u mogen leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. En leren zien dat u in hem voor hen ook heil hebt bereid. En geef dat wij als kerk, als gemeente, daarin ons licht laten schijnen. Dat wij niet een belemmering zijn om u te vinden. Maar dat wij ons licht laten schijnen, zodat ze u zullen zien in uw liefde en in uw genade. Heere, wij bidden u voor ons in onze persoonlijke omstandigheden. Van de kerk, van ons eigen leven. Heer, en zo mogen we deze morgen ook danken voor en met mevrouw Anneke Pels, met de heer Bezemer en met de heer Van Dommelen, die thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Heer, wat kan een ziekte en een ziekenhuisopname ons aan het wankelen brengen, veel onzekerheid met zich meebrengen en spanning. Help ons dan om ons leven in vertrouwen in uw hand te geven. En wil door dat vertrouwen ons rust geven. We bidden u om genezing, om herstel van krachten, vernieuwing van gezondheid. Geef dat in uw genade. Heere, ga met ons mee deze verdere dag, deze verdere zondag. En wilt u uzelf en in uw woord uzelf ook verheerlijken in het midden van uw gemeente. We zien in dit alles op u en op de belofte van uw koninkrijk. U bent onze hoop, ons leven en u bent onze toekomst, de toekomst van ons en van onze kinderen. Wil u zelf daarin verheerlijken. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ja, wat de collecte betreft zal u wel via uw eigen kerkblad rekeningnummers kunnen vinden om uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters en voor de diaconie over te maken. Wij willen luisteren naar het orgelspel van ons slotlied, gezang 476, vers 4 en 5, waar het ook gaat over Jezus die te midden van de kandelaren wandelt, die als levende aanwezig is in het midden van zijn gemeente, ook in onze tijd.
Gezang 476 uit het Liedboek voor de Kerken, het vierde en het vijfde vers. Het is mij zojuist in de consistorie gevraagd om ook aan te geven dat na de zegen nog van het Wilhelmus het eerste lied gespeeld zal worden. In verband met Koningsdag komende week. Onze betrokkenheid op koning Willem-Alexander en het Huis van Oranje. Het Wilhelmus daarvan het eerste vers. Gemeente, ga dan heen, verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.